Zo. Hallo? Jij koffie? Ja, en deze ook. Die is voor jou. Ja, oké. Okay. Toen ik hier kwam, heb ik wel een hoek veranderd. Ja, dat heb ik wel gedaan. Het is mooi weer, hè, vandaag. Ja. Prachtig. Ze waren een beetje ingedut. De mensen wel. Ja, die waren echt wel een beetje ingedut. En ja, het moest gewoon een beetje weer bijkomen, hè. Een beetje vrolijkheid. Dat zit in me. Oude bomen moet je niet verplanten, zeggen ze. Maar dat gaat niet op voor de 81-jarige Leni. Na de dood van haar man verhuizen ze van Rotterdam naar Wageningen. In de richting van haar dochter. Spannend? Wel nee, niet voor Leni. Al na 6 maanden runden ze de bar in de recreatiezaal en stond ze bekend als de gangmaker van de serviceflat. En op woensdagavond hebben we spelletjesavond. Dat is ook nooit geweest. Dat heb ik er ook in gebracht. Nou, dan kom ik binnen en dan zeggen ze, oh, dan komt ze weer met de stralende lach. En dat gaat vanzelf. En als ik er een dag niet ben, dan zeggen ze, oh, waar is Leni? Want iedereen kent Leni hier. Als er wat is, vraag maar aan Leni, die weet alles. Ik ben ook altijd hier, hè. De mensen een beetje gezelligheid geven. En een koffie? Nee, dankjewel. Nee? Nee. Dan is de koffie. Te veel van het goede. Nou, de ronde gedaan. Hè? Oh. Maar we hadden het gezellig gisteren, hè? Ja, heel gezellig. Toch? Ja, ja, was heel leuk. Het viel houden. Van het een in het ander gisteren. Ja, toch? Ja. We hebben wel gelachen. Ja. Ja? Ja? Ik ben 81, maar ik heb wel pas een vriend. Ja, sinds 2 maanden. Had ik ook nooit gedacht. Hey, ik heb het verteld al mij. Heerlijk. Ja. Helemaal goed, hè. Ik ben echt gelukkig. Leuk, toch? Behalve als gangmaker staat Leni ook bekend om haar patchwork. Urenlang naait ze kleine lapjes stof aan elkaar voor kleden, dekens en tasjes. Ik had mijn voet gebroken, dus ik moest thuis zitten 6 weken. Toen kwam mijn dochter, die deed het al jaren, en die zei, ma, gaat daar ook aan beginnen. Ik zei, met die lapjes, dat is niks voor mij. Nou, ze ging weg en ze liet de lapjes achter. Toen ben ik eraan begonnen en zo ben ik eraan verslaafd. En nadat mijn man is overleden, ben ik er veel meer aan gaan werken. Dan had je toch een beetje afleiding, hè? En dat heeft mij toch wel een hoop rust gegeven toen hij was overleden. Want dan kon ik mijn gevoel helemaal op kwijt. Hè? Maar ja, voor je het weet heb je 300 gepatchworkte tasjes. En wat moet je daar nou weer mee? Nou, daar heeft Leni een mooie bestemming voor gevonden. De bewoners van de serviceflat. Het hele flat heeft ze. En als een nieuwe bewoner komt, krijgt er ook een tasje. Ik wil je even dit tasje overhandigen. Nou, kijk. Als nieuwe bewoner. Oh, wat schattig. Ja, alle bewoners hebben er één gehad. Toen ik hier... Heel hartelijk bedankt, ja, hoor. Ja, niks bedankt. Heel leuk. Ja, okay. Toen mijn dochter zei, ma, kom in Wageningen wonen. Toen zei ik, wat moet ik in Wageningen doen? Ik heb alleen mijn dochter hier wonen. Nou ja, ik heb er 1 nacht over geslapen. En toen dacht ik, nee, ik ga toch maar naar Wageningen. Ik zou niet ooit meer terug willen. Zo heb ik het naar mijn zin. Wat is het? Ja. Ja, helemaal goed.